Er zijn een drietal zaken waarin we participeren samen met de regering. Dat is één, het als adviseur optreden richting IMF. We kunnen de overheid helpen om te kijken van wat zijn de IMF-maatregelen die geschikt zijn, hoe kunnen ze uitwerken enzovoorts. Wij zijn geen besluitvormer, maar we kunnen wel van raad en daad bijstaan. Tweede aspect is wat we kunnen doen, is we kunnen kijken hoe we de core van de economie van Suriname, dat is de productiesector, verder kunnen helpen. Als je je realiseert is dat 80% van de financieringen die we verstrekken consumptief gerelateerd zijn. Dat zijn financieringen aan handelsbedrijven. Handelsbedrijven die producten halen vanuit het buitenland. Tegen vreemde valuta moeten omwisselen om dat betaald te krijgen. Zal je realiseren dat die consumptie in Suriname die gerelateerd is aan die handelsbedrijven enorm groot is. Slechts 20% is productie gerelateerd. En hoe is dat in het buitenland, in vergelijkbare landen? Dat is de verhouding juist andersom. 28. Zo. Dus wij, als wij die productie verder kunnen helpen, dan kunnen we ook als economie minder afhankelijk worden van import, minder afhankelijk worden van vreemde valuta. En ja, nogmaals, we kunnen heel trots zijn wat we in Suriname hebben. Ik las gisteren iets over de Surinaamse honing. De Surinaamse honing is beter dan de geïmporteerde honing. En toch importeren we honing. Dus we zullen echt moeten gaan kijken, wat kunnen we hier in Suriname produceren? Zowel wat we exporteren als voor lokale productie, zodat we minder afhankelijk worden van handel. En wat kunnen wij eraan doen? Wij kunnen restricties opleggen aan de financieringen die wij verstrekken aan handelsbedrijven. En dat we uitgebreider en actiever gaan kijken, wat kunnen we in productiesectoren doen? Concreet voorbeeld, honing, coronie. Iedereen weet dat coronie één grote boedelplantage is. Ja. Als zo'n honingboer wil gaan de schaal wil vergroten, dan is de eerste vraag, wat heb je om mij de rekking te geven als ik je een paar miljoen SAD leen? Hoe kijkt daar de bankiersvereniging tegen? Nou, wat allereerst begint is met het erkennen van het probleem. En ik ben blij dat u het zegt. We erkennen het probleem. We erkennen ook is dat we op deze manier Suriname niet verder helpen. Ja. Het tweede is dat we ons restricties gaan opleggen. Waarin we gaan zeggen, we gaan in sommige sectoren niet groeien en in sommige sectoren willen we wel groeien. En dat betekent ook eens dat we dan forward-looking moeten gaan financieren. Want ik ben het helemaal met u eens, de manier van financieren in Suriname is veelal gebaseerd op zekerheden. Maar een startende onderneming heeft die zekerheden niet. En doordat hij geen financiering krijgt, zal hij nooit die zekerheden krijgen. Dus we moeten forward-looking gaan werken. En nogmaals, dat is iets wat we ons voorgenomen hebben. Dat gaan we ook doen. Misschien gaan we het in wat kleinere schaal doen. Is dat we een beetje testen. We willen natuurlijk de continuïteit van banken niet op het spel zetten. Maar we realiseren ons wel dat dat een belangrijk aspect is wat wij kunnen bijdragen in de economische ontwikkeling van Suriname.